Ik loop net weg bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Zo'n lang woord. Eerste dag, het was super, super tof. Onwijs veel gezien, er is onwijs veel gebeurd. Er waren aardig wat mensen. Je merkt wel dat het dag 1 is, dus dat het allemaal nog wel moet gaan leven. En dat echt nog meer mensen moeten gaan komen. Maar dat gaat sowieso gebeuren, het duurt een week lang. Ik laat je zien wat hier allemaal binnen is gebeurd. En ik geef je een impressie van wat er allemaal gaande is op zo'n tournament. En hoe spannend de eerste wedstrijd was. Want die was echt onwijs spannend. Mijn allereerste wedstrijd trouwens, die ik ooit heb gezien van tennis. In real life dan. Jij gaat kijken naar een report en verslag van dag 1 van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Bam! Stilte voor de storm. Ik zit hier in een sportplaats waar je kan eten, waar je kan drinken, waar je allemaal merken kan vinden. Ik heb er heel veel zin in. Ik moet zeggen, ik ben al 3 keer verdwaald. Ik ben hier nog maar 10 minuten. Ik ga op zoek naar een kluisje. Er zijn ergens kluisjes, maar het is hier zo groot. Dus ik ga jullie straks een rondje laten zien hoe het hier uitziet. Ik heb een perskaart. En daarmee kan ik overal naar binnen, kan ik backstage, kan ik op een hele goede locatie staan in het Center Court. Dus ik denk dat ik echt hele toffe beelden kan gaan maken. Ik heb nog een andere camera mee. Dus ik ga ook zoveel mogelijk filmen en zodra ik een bekende iemand zie, gooi die gelijk voor de camera. Ik ben hier vandaag en ik ben hier morgen. Ik ben heel erg benieuwd wat me te wachten staat, wat hier om te vinden is. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik zoek eigenlijk alleen nog een cameraman. Het staat nu op een statief, dat kan je nu niet zien. Maar mijn cameravlog staat op een statief, zodat ik iets beter kan gaan praten en iets beter een report kan uitbrengen. Dus het is een beetje improviseren. Maar ik ga wel hopelijk een hele toffe video neerzetten waar je een indruk krijgt wat hier allemaal gaande is in Ahoy. Let's go. 11 uur begint er een sportmonoloog met Kim Lammers en met Pieter van der Hoogwand. Ik was vroeger echt enorm fan van Pieter van der Hoogwand. Ik heb al zijn wedstrijden bekeken. Dus ik ga luisteren naar hun verhalen. Belangrijke persoon in mijn carrière. Hij was de benchmark. De nummer 1 ter wereld. De eerste wedstrijd is nu begonnen, dus het is eigenlijk nog best wel rustig. Mensen zijn hun plekje aan het zoeken en het is nog vrij rustig. Ik heb dus een perskaart en ik ga nu naar de persroom. En daar kan je gewoon lekker werken. Ik heb mijn laptop mee. En dan ga ik het nieuws lezen en kan ik gewoon lekker even mijn ding doen. Dus ik ga nu naar de persroom. Sommigen zijn aan het monteren, die zijn een nieuwtje aan het lezen, die zijn Facebook aan het bijwerken. Het is wel heel erg tof om hier met allemaal mensen te zitten. Ze hebben hier super snel internet. Dan kan je gewoon even lekker rustig je ding doen. Dus ik ben even aan het kijken of mijn beelden een beetje goed zijn of dat ik misschien iets nog een keer moet filmen. En dan ga ik naar de wedstrijd. Ik vind die kleine jongetjes en meisjes zo schattig. Dit seizoen zijn 120 kindjes aan het werken op het Center Court voor alle ballen te pakken, handdoeken te verzorgen. Ik vind het zo schattig om te zien. Rennen, snel klaarstaan. Ze zijn wel heel goed opgeleid. Op dit event zijn 17.000 mensen uitgenodigd om hier aanwezig te zijn. Het zijn natuurlijk voornamelijk mensen van ABN AMRO, maar ook sponsors. Of überhaupt allemaal merken die te maken hebben met het World Tennis Tournament. 17.000 mensen die hier gewoon zijn uitgenodigd. En daarom heb je hier ook diverse ruimtes. Je hebt ruimtes waar gewoon iedereen terecht kan om te eten. Maar je hebt ook bepaalde VIP-ruimtes waar je alleen mag komen als je uitgenodigd bent. Of je belangrijk bent. Noem maar op. Ik heb een pasje gekregen dat ik daar terecht kan. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe het daar dan anders is. Dus dat ga ik je ook even laten zien. Dit is de lounge. Het is heel erg rustig nu in de lounge. Lekker, dankjewel. Dankjewel. Deze koffie is wel lekkerder dan die daar zo bij de normale bezoekers. VIP, hè? VIP. Ik sta nu in een gedeelte waar je sowieso terecht kan. Achter mij zijn allemaal winkeltjes, eetentjes. Je kan hier zelfs shoppen, je kan hier kleren shoppen. En niet alleen sportkleren, maar ook gewoon doodnormale kleren. Het is echt een soort, ja, hoe noem je dat? Het is echt een soort hal met van alles en nog wat.
Ik ben best wel een beetje verbaasd wat je hier allemaal kan shoppen. Even over het eten, ja. Ik vind het dus wel heel grappig. Ik heb een paar leuke feitjes gehoord van de organisatie. Deze hele week worden er 60.000 bitterballen verkocht. 60.000 bitterballen. Dus heel gezond, heel gezond. Ah, het kan af en toe. Oh my god, echt doodse stilte hier. Oh my god, de wedstrijd. De wedstrijd is begonnen. Ik was helemaal vergeten dat ik dus pers ben en dat je dus eigenlijk gewoon helemaal naar voren mag. Dus ik sta nu bij de persruimte en ik kan gewoon helemaal naar voren. Oh my god, een beetje spannend. Een keer als er een punt is voor Nederland, begint iedereen te klappen en te juichen. Je hoort hier, oeh, ah, oeh. Iedereen ligt zo onwijs mee. Ik vind dat echt heel erg mooi om te zien. Wat ik dus wel echt heel erg zielig vind, iedere keer als de tegenspeler het fout doet, gaan ze allemaal juichen. Ik snap het, we zijn allemaal voor Nederland, maar ik vind het zo zielig. Het is niet alleen maar tennis, het is veel meer. En het is echt wel heel erg leuk om hier een keer aanwezig te zijn. Ook al heb je geen ballenverstand van tennis zoals ik. Je krijgt het heel snel mee. De sfeer is echt geweldig. En het leuke is, als je van sport houdt, dan hou je ook van zulke soort eventen. En het is gewoon heel erg tof om met zoveel sportievelingen hier aanwezig te zijn. De sfeer, het enthousiasme vooral. En het samen zijn. Het is lastig te omschrijven, maar er heerst zo'n mooie sfeer. En iedereen vindt het zo geweldig om die tennissers te zien. Dus weet je, het is echt, het is gewoon een hele tof sport. Dit was in ieder geval dag 1. Morgenochtend ga ik hier door Ahoy Rotterdam ga ik rennen. Want ik ga een bootcamp doen door Ahoy Rotterdam om 6:15 ochtends. Dus dat is natuurlijk helemaal mijn tijd. Deze video ga ik nu in elkaar zetten. En dan heb ik hopelijk jou een beetje kunnen laten zien wat je hier allemaal kan doen. En hoe het eraan toe gaat en hoe tof het is. En wellicht zie ik je dan volgend jaar. De 45e editie. Jezus, toen was ik echt min 25? Zoiets?